Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Hier zijn ze weer, onze kleine beestjes. Ze zitten hier trouwens allebei samen, ze spelen ook samen, hè. En dat is wel leuk om te zien eigenlijk. Samen spelen en afvatten. Kijk, dan lopen ze alle kanten uit. Dit is dus een beetje neer. Dit is namelijk Muffin, voor de mensen die het gemist hebben. Die speelt hier altijd een beetje luierig als ze nu doen. Het is ook al camera, freak, denk ik. Een beetje luierig, zegt ze. Ze zit dus hier, hallo, zegt hallo, kijkertjes, ik ben Muffin. En, als je gewoon die kleur vind ik ook een beetje op de kat lijkt ze wel een beetje, vind ik. Maar het is wel heel mooi. Het is ook zo. Kijk, ze is wrijfbaar. Dat doen we ook vaak knuffelen samen. Dat is ook heel graag. Dan kijk. Wat je ook heel leuk vindt. Even laten zien. Is dat we samen knuffelen, dat vinden ze ook leuk. Zeker heel tam. Het is een lang oorkonijn. Een pijl geboren trouwens. Ja. Ik ben aan het voorstellen aan de kijkertjes, hè? Ja, hè? En mijn zusje die gaat ook nog op de kin. Ze is schattig. Schoon, hè? Meteen heb ik gekocht. Dit was het allereerste konijn dat ik heb gekocht. Ja, hè. En die spelen vaak eigenlijk in de tuin. De andere is, zie je, die is minder gemakkelijk om te pakken. Dus die ga ik ook niet echt oppakken. Maar ik kan die al vrij wat mogelijk is om jullie die een beeld te geven van deze. De diertjes die we hebben, hè. En ze hebben ook eigen Instagram. Ze heeft een eigen Facebook. Trouwens, dus Muffin Bollard kan je die vinden op Instagram. En dat is natuurlijk wel heel leuk natuurlijk om eerst te kijken op hun Instagram natuurlijk. En dan kun je foto's vinden, dat is echt, ja, foto's. Ik ga ze zakjes terug neerzetten. Kijk, want ze worden al een beetje wild, hè. Ze gaan een beetje snuffelen. Zo, ziet, ik heb er zakjes neergezet. En dan heb je natuurlijk nog de ander konijntje, als dat wilt. Als dat niet wilt. Dus even zitten. Nee, dat gaat overal lopen. Dat zit hier trouwens. Dat is ze. Dat is ze. Ze loopt een beetje weg. Als ze niet willen, dit is dus snuffel. Hier is goed in beeld. Ik ga ze niet te pakken, want ze is een beetje schuw. Dat zie je ook. En ze gaat ook weg. Je kunt dat niet zo goed in beeld brengen. Dat is jammer. Ja. Maar ik zit daar, mijn vind nog altijd licht daar. En ze springt erover. En, dus dat is de snuffel. Snuffel is eigenlijk ook in april geboren, dus ze zijn even oud. Zij is een dwergkonijn en zij niet. Dus zij woont minder lang, dus zij is van zaterdag bij ons. Dus zij komen. Heb ik al gezien in de vorige vlog, heb ik haar ook voorgesteld trouwens. En zij heeft ook Instagram, dus je kan haar ook volgen op Instagram. Ook op Bolstar ga je heel veel video's van haar vinden namelijk. Ze spelen goed samen. Dan zie je echt meer de zee in mijn beeld dan hun. En, dus ja. Dat is een beetje. En wat eet ze graag? Ze eet graag stro en al die andere dingen. Dus dat vindt ze wel leuk eigenlijk. En ze doen veel samen. Dus nu zie je ze samen spelen. Zie je? Nu zitten ze samen. Dat is wel leuk eigenlijk om te zien hoe ze samen eigenlijk ontwikkelen. Ook omdat ze in hetzelfde kooitje hebben gezeten. Dus gaat de ene weer weg en het ander. Ik vind het wel leuk om met hun een video te maken. Binnenkort komt er trouwens ook nog een met de katten. Dan moet ik ook nog eens inplannen binnenkort. Dus ja. Dus dit zijn ze. Daar zit Muffin. Daar is Snuffel. Oh.
Is wel heel leuk. Moesten er nog vragen zijn over een konijn? Het is belangrijk natuurlijk dat je ze natuurlijk heel veel liefde geeft, maar dat is met elk diertje zo. Dat je ze met elk diertje liefde geeft. Uitzoomen is weer weg, zeker. Ja. Kijk, dan zie je ze beter in beeld. Want dat is wel heel belangrijk. Ze houden van gezelschap en samen spelen. Je weer terug in beeld, jij? Ja. Dus, en ze eten ook wel mijn plantjes op, maar dat is eigenlijk niet op zich niet zo erg. Die zijn weg achter dingen. Ze kunnen zich goed verstoppen trouwens achter mijn zwembad. Ze zitten daar ergens waarschijnlijk nu. En dat is wat ze de hele tijd doen, eigenlijk hier buiten. Het is wel minder warm, want vorige week was het echt een hittegolf. Je zou het ook wel zelf geweten hebben. Dus daarmee dat nu gewoon zo'n buiten spelen. Ik maak misschien iets te veel video's over hun. Dus dat mag je zeker laten weten of over is of zo. Ik heb ze graag in beeld, nou, maar ze zijn ook zo schattig om ze in beeld te laten. Of als je zegt van ja, je kunt misschien daar ook nog een video over maken. Laat dan ook even weten onder in de comments over hun. Dus, vanaf dat ze een beetje samen. Allee, als ze komen overeen samen een video kunnen maken, ga ik dat zeker doen met een tunnelletje dat ik heb voor hun. Dat is ook wel een goed idee. Dus, hier heb je die andere weer. En hier zit ze dan, ze snuffel. Die gaat weer, zie je ze lopen daar. Dan zie je weer uit. Wel leuk ze allemaal een beetje zien. En ze daar weer eten. Ik word echt stil gaan om te zien hoeveel plezier ze hebben in deze tuin. Het moederhart spreekt altijd, hè. En ze heeft ook van die hele mooie blauwe ogen. Ik weet niet of ik dat in beeld kan brengen. Kijk, zie je dat? Dan is ze weer weg. En hij is het heel moeilijk om ze in beeld te brengen. Hier zitten ze. Snuffel? Ja, hè? Ja. We zijn de beste vriendjes samen. Dus vond jullie het een leuke video? Zeker de mogen niet abonneren. En natuurlijk komen er nog heel leuke dingen aan. Maar dat zie je binnenkort wel.